Als ik dan iets ben, ben ik een Hagenaar. Komt u binnen, welkom in het Louis Couperus Museum. Ik ben Caroline de Westernoot, de oprichter van het Louis Couperus Museum en nog steeds de voorzitter van de stichting. Dit museum is tot stand gekomen naar aanleiding van het feit dat mijn stiefvader, Albert Vogel, de voordrachtskunstenaar, veel te jong gestorven is. Hij heeft zijn leven lang voorgedragen uit het werk van Louis Couperus. En dit museum is bedoeld als een hommage aan hem en aan onze allergrootste schrijver. Dit huis is natuurlijk nooit bewoond geweest door Couperus zelf. Zijn geboortehuis aan de Mauritskade is ingrijpend verbouwd, al in de jaren 50. De andere huizen waar hij gewoond heeft zijn ambassades of residenties van ambassadeurs geworden. Dit huis was in de jaren 60 onder leiding van Albert Vogel een zeer beroemde galerij voor moderne kunst. En het zag er toen ook heel anders uit. Maar we hebben het gerestaureerd in de stijl van de 19e eeuw. In de serre van het museum staat natuurlijk het bureau van Couperus zelf, dat hij gekocht heeft van de eerste 8 drukken van Eline Veren. En de stoel die daarbij hoort, daar zit ons wassen beeld op. En de lamp uit het bezit van Louis Couperus. En hij zit daar als het ware nostalgisch te kijken naar zijn eigen jeugd. Want aan de andere kant is een historische kinderwagen uit de collectie van het Haagse Historisch Museum. Met een pop daarin gekleed als baby Couperus. En hij zit dan als het ware te reflecteren over zijn jeugd. Wat ook nog op de tentoonstelling te zien is, beelden van het Den Haag rond 1863, is een schitterende prent van de Haagse dierentuin, die in dat jaar werd opgericht. Hij bestaat al lang niet meer, onder andere omdat de Atlantiekwal van de Duitsers door dat terrein werd aangelegd. Maar hij bevond zich op de plek aan de Koninginnengracht waar nu het provinciehuis staat. En Couperus herinnert zich specifiek een ontmoeting met een giraf in die dierentuin. Die tekst ligt dan ook in de vitrine. Dan hebben we, en dat is eigenlijk het pronkstuk van de expositie, een maquette van het monument aan plein 1813, waartoe besloten werd in het jaar 1863, het geboortejaar van Louis Couperus. En het grappige is dat een oom van hem, een broer van zijn vader, Georges Gerard Couperus, in het comité zat ter oprichting van het monument. Het monument op plein 1813 moest een gedenkteken worden voor het feit dat in 1863 het Koninkrijk der Nederlanden 50 jaar bestond. Het duurde nog tot 1869 voor het daadwerkelijk werd opgericht, want iedereen kreeg ruzie met elkaar in dat comité. Maar dat betekent dat Louis Couperus op zijn 6e jaar vanuit het huis van zijn grootvader aan de Sophialaan daar naartoe kan zijn gewandeld aan de hand van zijn oom of aan de hand van zijn ouders en die festiviteiten kan hebben meegemaakt. En er waren grote festiviteiten. Het hele Willemspark was geïllumineerd met gas, want er was natuurlijk nog geen elektriciteit. Er waren optochten, er was een enorme tribune gebouwd waar de koning en koningin zaten. Daarvan hangt een mooie lito hier in de expositie. Catharina Rika Krans, de grootmoeder van Couperus, zou zij worden, want zij trouwde met Petrus Theodorus Couperus en hun zoon was de vader van Couperus, John Ricus, van wie we hier het mooie portret hebben hangen van mevrouw Gramont Hubrecht. En dat Chine de Commande Service, dat uit vele delen bestaat, is een aantal jaren geleden bij Sotheby's ter veiling aangeboden, maar niemand wou het hebben. Te duur, ik weet niet wat. En toen heeft de familie het aan ons aangeboden.